ben onder de indruk van de manier waarop dit museum zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. En staan eigenlijk ook wel op de drempel van die volgende stap. Dus ik hoop dat met heel veel verbindingen naar kennisinstellingen en andere buiten dit museum ze het verder kunnen doorontwikkelen. Ik vind het heel erg belangrijk. Ik vind het belangrijk ten opzichte van de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld de tweede generatie, want dat zijn eigenlijk ook slachtoffers als het gaat om de ramp van 1953. En dit geeft een soort erkenning van het leed. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk omdat het ons kan helpen om het verhaal van het water en het gevaar van het water, de risico's, om dat verhaal ook voor nieuwe generaties weer levend te maken eigenlijk. Onze grootste uitdaging is van deze generaties die we nou hebben, die weten allemaal wel wat er gebeurd is. En die weten ook allemaal wat er kan gebeuren. Maar de jeugd, hoe betrek je nou de jeugd van Nederland bij ons, onze uitdaging, zeg maar. Ik wou bijna een probleem zeggen, maar laat ik het maar een uitdaging doen, want we pakken hem in Nederland wel op natuurlijk. Ja, vanuit Rijkswaterstaat zijn we daar zeer tevreden mee en ook blij mee, omdat het volgens mij recht doet aan zeg maar, wat we hier in Zeeland dagelijks doen, namelijk strijd tegen het water. En wat je merkt is dat mensen toch een beetje dat beginnen te vergeten, het gewoon beginnen te vinden dat ze beschermd zijn. En als daar weer extra aandacht voor komt, in de vorm van een kennis- en herinneringscentrum, dan worden ook mensen weer bewust van het feit dat dat niet gewoon is en dat we daar dagelijks ons best voor doen om te zorgen dat mensen hier veilig kunnen wonen. Het Watersnoodmuseum heeft een fantastische invulling gegeven aan de wijze waarop mensen kunnen herdenken. Maar het probleem van herdenken is niet alleen dat je terug moet kijken, maar ook naar de toekomst moet kijken. En dan het gevaar van het water moet blijven zien. En dat betekent ook dat er kennis ontwikkeld moet worden om verder te kijken hoe je tegen het water kunt bewapenen. We hebben een subsidieaanvraag lopen bij de Europese Commissie. Om te kijken of we samen met landen als Frankrijk en Engeland iets kunnen gaan betekenen in het bestrijden van wateroverlast en de gevolgen daarvan. En hoe pak je iets weer op het moment dat er overstromingen zijn. En dan is deze erkenning, echt, het is fantastisch om dat te hebben om daarmee zo'n proces in te kunnen gaan. Ik kom eigenlijk uit de wereld van 4 en 5 mei. Ik heb 25 jaar nationale herdenking en viering van de bevrijding georganiseerd. En ik kijk natuurlijk met heel veel belangstelling naar dat thema van water, wat hier voor ons in Nederland zo ontzettend belangrijk is. En wat hier nu door dit museum een beetje verankerd wordt in de samenleving, met echt een fundament en een plek van waaruit je ook weer activiteiten kan organiseren.